zwemmen, kajakken. Het zal ze hier nooit bevallen. Terug naar het zuur en het zout hebben. Wij zijn. Prima sfeer, wordt gevaren ook, hè. Zijn haven behoor je te varen. Mooie oude schepen, open monumentendag. Wonder dat we toch nog zoveel schepen naar Tilburg hebben gekregen. Maar die schepen, die hebben schippers, die waren hier in 98 ook met de 75-jarige verjaardag. Piershaven is er nog, ook weer zo'n wonder. Maar het is wel dankzij heel veel liefhebbers, mensen die echt van die haven houden. Heel veel vrijwilligers. Heel veel van sponsoren, gemeente Tilburg is natuurlijk een belangrijke speler. En natuurlijk, een voetbalspel speel je niet zonder voetballers. Dus een havenfeest ook niet zonder schepen. En schippers natuurlijk, die heel graag naartoe komen. Omdat ze een traditie hebben met de haven. Het is natuurlijk ook weer wonderlijk dat er zoveel te doen is op Open Monumentendag. En voor ons heel belangrijk dat er zoveel schepen nog gekomen zijn. Want dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht. Dat er zoveel schepen zouden zijn. En iedereen bereid om te varen. En je hebt echt een super havensfeertje hier. Mooi weer. Je hoort de muziek op de achtergrond. Dus op het top. Heel erg zitten bibber op het weerbericht zitten kijken of toch niet? Nee. Wij hebben patent. Hè? Als we een havenfeestje doen is het mooi weer. Klaar. Punt. Iedereen wil dat het ieder jaar gebeurt, maar dat moet je niet doen, want dan is het geen verrassing. Hè? Sail Amsterdam, dat heb je om de 5 jaar. Over 9 jaar is onze Piershaven 2023 100 jaar. Nou, we kunnen nu met z'n allen vast gaan sparen, ieder jaar 15.000 euro. En dan kunnen we een mooi feestje doen. Hè? Dus we moeten 9 jaar, toch geen 9 jaar wachten, hoop ik? Ja, nog 9 jaar. Ja. Nou, we hebben zo'n enthousiaste vrijwilligers. Misschien dat ze tussendoor nog een keer zeggen van, nog maar een keer tussendoor. Ik weet niet. Het zou leuk zijn. Ben je al dit voor Rob? Rob, ik wil eventjes controleren of de fietsenrek goed op zijn plek staat. Kun je er eventjes naar gaan kijken? De organisatie bestaat al een hele hoop jaren. Ze hebben al een aantal keren achter elkaar Marie-Vin georganiseerd. En ook hoe heet het de vorige feest? Tilburg te Water. Organiseren van het feest, de productie dus, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat kan ik helemaal niet. Ik heb een hele grote club mensen om me heen. We hebben werkgroepen gevormd, werkgroepen kinderactiviteiten, werkgroepen demonstratie en ambachten, werkgroep muziek en theater, werkgroep techniek voor de stroom en dat de wc bijvoorbeeld een waterslang heeft en dat soort dingen allemaal. Maar een heel club vrijwilligers heeft ons geholpen, of mij geholpen, of ons geholpen. Ik heb het samen met Rob Dingemans gedaan. En natuurlijk een hele grote steun is Dick Jansen. En uiteraard ook John en Caroline, die eigenlijk gewoon de basis zijn van alles wat hier nu nog is. Dus dankzij hen is dit water hier nog. Dus dat is ook wel heel belangrijk om te vertellen.
klein paardje het dek op en neer. Waaien de wind was van heen en alweer. Nou, allereerst zijn we de ambacht, demonstratie en ambachten van de andere havenfeesten gaan contacten. En ja, iedereen was meteen enthousiast en ze wilden allemaal weer komen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. En daarbij zijn we natuurlijk ook op zoek gegaan naar andere demonstraties en ambachten. En die ook allemaal gewoon het ontzettend leuk vonden om, om dingen te komen te laten zien. Dus ja, nee, zo hebben we dat eigenlijk gedaan. We hebben een touwslager, we hebben een scheepsnetten, iets met scheepsnetten. Ik heb het nog niet gezien, ik heb nog geen tijd gehad om te gaan kijken, ga ik daar kijken. Het laden en lossen wat natuurlijk hier 100 jaar geleden ongeveer volop gedaan werd door de allereerste bedrijven die hier dus starten. Ik wist het. Hallo, Mellemens. De zus van mijn neef, van mijn oom, van mijn vriend en van mijn broer, die is dus boer. Oké, doei. Ja, ik ben alweer. Ja. En ik mocht daar gisteren komen spelen in het hooi en bij het voer. Ja, in de toekomst, in 2023, dan bestaat de haven 100 jaar. Dus dan moet er een heel groot feest komen en we hopen dat dan de gemeente ons ook wel gunstig gezind is en dat die ons daarbij zou kunnen helpen. En verder denk ik misschien over 2 jaar of zo, dan weet ik niet. Kijken of we een clubje bij elkaar kunnen krijgen, denk het wel, want iedereen is heel enthousiast. De lucht was blauw en het gras was groen. Ik ken natuurlijk ook de Pierhaven hier voorheen, zoals die voorheen was. En ik moet zeggen, ik vind het een uitzonderlijk goede verandering. En ik hoop dat de mensen in die omgeving dat hier ook weten. We doen hier dadelijk de blaadjes in met het water, want dan laat ik het even trekken. En dan ga ik hem op een wijnglas zetten, want thee is de nieuwe wijn. Zoals, thee wordt heel veel aandacht aangeschonken op het moment. En die thees hebben die ook een bepaalde smaak. Wat vind je van het feest hier op de Piershaven? Nou, dat is iets minder. Nee, ik vind het ontzettend leuk. Het is, ik hoop ook voor de exploitanten die hier dat het een ongelooflijke promotie is voor Tilburg en voor de Piershaven op zichzelf. Want als uitgangscentrum is dit natuurlijk een unieke gelegenheid om zeker bij zo'n schitterende dag als nu promotie te maken voor Tilburg en de Piershaven. Ik heb hier een hele mooie groene thee, Sencha, met rozenblaadjes erin, biologische rozenblaadjes en die ga ik ze even afwegen. Zo. En dan heb ik ongeveer 3 gram en die doen we dus hierin. En dan heb ik een wijnglas, maar hij gaat nu nog heel even een beetje laten trekken. Ja, het ruiken is een beetje lastig in de camera natuurlijk, maar ja, dan zetten we hem dus op de Smart Tea Maker, zoals het heet. En dan laat je het zo uitlopen. En dan heb je dus een heerlijk mooi kopje thee. Met een, in dit geval de sesam met een bio rozenblaadje erbij. En
Ik ruik zelf ook heel even. Heerlijk. En dan mag ik even. Ja, zeker. Nou, dames en heren, dit is dan die gevaarlijke thee. Ervaar deze was thee. Ik ga het proberen. Het is echt lekker. Heerlijk. Dankjewel. Ja, nog een keer. Nog een keer? Nog een keer? Ja, één. Oh,